hoeveel gaatjes? Nou, hier deze boom, dat zijn de haksporen van de specht. Ja. Maar deze boom zat helemaal vol met vier grote zadels. Maar je kan hier nog wel zien, die is helemaal vergaan. Maar hij is helemaal uitgehold en doorgegroeid met die zwamdraden. Dus hij levert een beetje gevaar op met omvallen. Dus we hebben hem afgezaagd. Hè. Ja. Zoveel boomsoorten blokken. Ja, straks een gevechtje aan de gang boven de kooi. Met een buis, hè? Vanaf de weg. Ja. Open. Mooi, hè? Ja. Nou, kijk, je had straks over die open. Hij daar gaat de paard dus als hij meteen in de klas gaat, dan weer de kanaal in. Ja. Nee, maar vanaf hier kon hij dus dat luik bedienen, hè, dat valluik. Dus dan kan je zien dat het eindzakje zie je ook. Ja. We zaten de ene gevangen. Ja. Nou, dit was de eerste pijp die wij zo'n beetje aan het herstellen waren. En we waren heel trots op het resultaat. En toen, ik zal het je zo laten zien, we liepen met een excursie net als met jullie. En toen zei een van de mensen die meeliep, hij zegt, je hebben jullie leuk gedaan allemaal hoor, maar hoe wou je ooit eenden uit dat hok krijgen? Moet je maar even meelopen. En dan zie je het, je kunt er niet in, het is veel te hoog allemaal. Hè? Maar we hebben het maar zo gelaten, dat houdt een mens neder, de fouten leer je. Hè? Ja, dat is mooi. Zandvogels komen hier heel veel puttertjes tegen en zwartkoppen. Ja. Goed zo, dan gaan we het laatste paardje doen. Weet je niet hoor. Wat is daar dan? Kijk, je spin met een eitje. Spin met een eitje. Mama, heb ik nog wat? Dat die groene eenden, die zijn helemaal gewend aan het systeem. En die rode eenden, dat zijn de eenden die de kooi kunnen opvangen. En die eenden zitten op de plas, die groene. En die aan de rode, die zijn nieuwsgierig. En denken, god, gezellig. Nog meer eenden, kom, we gaan er lekker bij zitten. En dat snapert en dat doet en dat is leuk. En dan komt die kooi en die gaat die eenden voor. En dat is stiekem achter die rietmatten. En die rode eenden die gaan dan mee. En die gaan blijven. Ja, hij zit er alleen nog wel. Want op een gegeven moment is het duimpje om achterlangs te lopen. Achterlangs te lopen. Dus dat gebeurt wel. En dan wordt niet meer bewust. En die eenden, die rode, vliegen op, laar het licht tot tegen de wind.
Goed, hè? Nou, u maakt filmstaf voor het natuurmonument.